En we zijn weer klaar voor een nieuwe frisse dag. Gisteren was het een beetje regenachtig. Vandaag schijnt de zon weer heerlijk. We gaan zo meteen richting Girona. Daar is mijn broer en zijn gezin ook. Dus we gaan even meeten. Morgen gaan ze weer naar huis, helaas. Dus we gaan nog even samen lekker wandelen. Avondvierdaagse. Misschien even kijken wat we gaan doen. Even de stad verkennen. We gaan trouwens niet de hele vakantie doorvloggen. Er zijn ook een aantal dagen toch gewoon de camera lekker hier laten. En gewoon lekker ontspannen. Onderkoffer onze ding gaan doen. Maar vandaag gaan we vloggen zoals zichtbaar is. En Manon is er ook weer klaar voor. Welke zonnebril wil deze? Gaan we dat weer krijgen hoor. Ja, maar dat moet ik ook altijd bij jou zeggen. Deze of rond? Ja, zou ik doen. Rond? Ja, gaan voor rond. Oké. Okay. Dit is de outfit voor vandaag. D2 cap. Nieuwe shirt van 94. Tasjes ook van 94. Broek van Sarah. En ik heb vandaag mijn Vans patas aan. Ja toch, dus so let's go. Kijk eens wie we hier hebben. Gezellig hè? Hey, hombre. Oh, brother. ¿Cómo está? Amigo. Si es mi hombre. We zijn er weer, we zijn er weer. Si es mi hombre. We zijn op stap met de vier divas. Imani, Luna, Moira. Twee? Welke twee? Dat zijn de twee divas. Ja. Vier. En dan is de vijfde. Oh. Kijk hier, een mooie gebied hoor, hier al. Girona centrum, zijn we. Of het historische centrum. Ziet er echt tof uit hier. Sowieso gaan we een goede fotoshoot hier al. Ja. Dit is de porta del catedrale. muchos grandes stenos. Et gironos, catedralos. Laten we vamos. Ja. Veel trappos in vamos. Laten we. Ganos. Laten we ganos. Djembe en paz. Djembe en paz. Laten we met rust. Oh. We running. Is ver, ja. Dat was alweer het historische gedeelte van Girona. En we komen weer op een leuk idee om richting de jungle in te gaan. Hè? Mowgli in het bos straks. Echt? We hebben een plek gevonden met mooie watervallen, weet ik veel, dat soort dingen. Dus laten we naartoe gaan. Hè? Een half uurtje rijden in deze bush. Waard is. Het heeft even geduurd, maar we hebben de jungle gevonden. Na hier en daar gevraagd te hebben. Kijk hier. Mensen met witte patas. Probleem. Mijn onderkant ook. Wordt weer boenen. Mowgli. Kijk, we zijn er aangekomen hoor. Kijk hoe mooi het eruit ziet. En natuurlijk gaan we het eten ook weer filmen. Ik hier. Lekkere entrecote. Biefstuk, salam, pizza, maar alles wat. Cola. Ja, lekker. Vullen, poeder en vullen. Kilometers te maken. Kilometers, ja, avondmiddagse vanavond. Avondmiddagse, in één keer. In één keer. Eet smakelijk. Bon appetit. Oh nee, iets anders. In het Spaans? Zeg maar. Hey, wacht even. Papa gaat zijn boekje pakken. Ja.
Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Nee, probleem. Papa gaat het opzoeken. Hier zijn we weer de volgende dag. En vandaag hebben we goed uitgeslapen. Net heerlijk ontbeten. En vandaag staat het strand op de planning. En voor de rest gaan we nog kijken. Improviseren. Maar we hebben een leuk strandje gevonden. Zij is die gids vandaag. Zij gaat zeggen waar we naartoe gaan. Kijk daar. Ik hoop dat ze klaar is. En dan kunnen we gaan. Ze wacht op mij, zegt ze. Huh. En hier liggen we dan, hoor, onder de parasol. Sowieso. Te veel zon is niet goed voor mij. Manon ligt hier al. En natuurlijk gaan we weer eten. Wat eten we vandaag? Vandaag eten we een sandwich met tuna. Milop tuna. Zometeen gaan we natuurlijk weer een duik nemen. En het is weer zover, hoor. We gaan het water in. En dat moment wil ik altijd met jullie delen. Maar nu is het altijd koud. Kom. Kom. Oh, gaat ze weer wegrennen, hoor. Wangen schijten. Kom. Je bent koud. Lekker. Foto maken. Foto. En het strand waren we alweer zat. Of niet? Lekker die cola? Oh, het is zo lekker. Ja, ijskoud drinken. Heerlijk. We waren het weer zat, dus we gaan nu richting hotel. Omkleden, douchen. En dan gaan we richting Barcelona. Ja, toch. We kunnen hier alles doen. Chillen, strand, wandelingen, avondvierdaagse lopen. Gewoon lekker ontspannen. Doen wat we zin in hebben. En we zijn eindelijk aangekomen in Barcelona. En direct drukte hier al. Wat gek van die drukte. Dat voor een maandag. Ze zeiden dat de vakantieperiode een beetje voorbij was. Maar alsnog is het gekke huis hier. Ga eerst even lekker wat eten ergens. Een terrasje opzoeken. En dan gaat de shopping beginnen. Of niet? Hè? Shopping sessies. En ik heb nu al spijt van mijn outfit. Ik keek naar hoe het weer zou zijn. Stond regen, vies weer. Dus ik heb mijn lange broek aangetrokken van day 2 en hij is ook nog zwart. En het is nu 29 graden of zoiets. En ik brand hier levend. Brandauw. Dus even snel een korte broek scoren of zo. En een lichte shirt. Want anders hou ik er niet vol in. Kijk hier, Manon heeft een goede outfit aan. Alles hier is zo.